dikke, prachtige sokken. Daar. Jongere mensen, tof dat jullie eindelijk kijken naar de Q&A. Ik heb 2 weken geleden de aankondiging gedaan. Ik ben niet zo slecht in afspraken nakomen. Er kwam van alles tussen. Sorry voor de mensen die heel erg hoopten op de Q&A. Maar hier is de Q&A. En wat er dus allemaal tussen kwam is school. En ik was jarig gisteren. Ik had zelf beloofd om een verjaarsstream te doen. Maar ik had een derde monitor nodig. En die lukte nog niet om aan te sluiten. Maar nu, je ziet het in de heb ik mijn derde monitor. Dus ik ben 15 geworden en daarom dacht ik van, weet je, ik ga niet nog langer uitstellen. Wij gaan die fucking Q&A doen, dus let's fucking go. De eerste vraag is van Games for Days en hij vraagt Q&A. Hoe lang ben je? Hoe lang ben ik? Ik ben rond de 1,72. We hadden het nog opgemeten, want ik moest een nieuwe ID. Dus ik was tijdelijk illegaal in Nederland. Nee, grapje. Ik ben rond de 1,72 en ja, dat was daar dus rond die lengte. Ik ben niet heel erg lang, maar ik... ja, weet niet. Gewoon normaal. I think, hoop ik, dat. De volgende vraag is van This Wolf X of This Wolf. Ja, volgens mij staat een wolf. Leuk hond, man. Maar mijn vraag is, wat is jouw favoriete houtsoort? SO naar mezelf. SO naar jou, man. Mijn favoriete houtsoort. Zie je dit hout? Dit hout is perfect. Het is mooi glad. Je kan er iets op leggen. Je kan er een schoen op leggen. Je kan er een glas met... water erop zetten. Of een afstandsbediening. Dat kan ook, kijk. Alles kan het aan. Er zit een mooie poot bij. En het is gewoon mooie houtskleur. En dit is gewoon mijn favoriet hout, man. Ik denk dat dit... ja, dit... ja. De volgende vraag is van... kijk, mijn game, Q&A vragen. Waarom is stress door? Is je abonneeaantal zo snel gegroeid? 1 antwoord. Of eigenlijk 2 antwoorden. Ik had een video met Jaraski geüpload. Niet dat ik met hem praat. Maar dat ik bij hem in de potje zat... bijna 50.000 keer bekeken. Holy shit trouwens, echt zieke video trouwens. En op dat tijdstip, toen die video er online ging en het echt explodeerde met abonnees, ging ik ook livestreamen elke dag. Dus ja, we kregen gewoon lekker aantal kijkers, echt honderden kijkers. En het was gewoon perfect, man. De groei zat erin. Zo, wat stinkt die boer. De volgende vraag is van Aangebrand Broodje. Wat is je lievelingsgame als je Infinite Warfare en GTA niet... als je niet in Infinite Warfare en GTA mag kiezen, H1Z1, King of the Kill. Misschien ken je niet, misschien ook wel. Hier zal even een plaatje komen. Ik heb er al een paar video's mee geüpload. Dat spel speel ik nu best vaak. Ik heb er ook een AR skin in. Dat is een wapen AR. En die is 100 euro waard. Dus I'm rich, man. I'm rich. De volgende vraag is van Issam Essebahi. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Sorry, mijn naam uitspraak is niet zo heel goed. QA, wat zou je liever? Je patat of kipnuggets? De Nederlands van Use Really Top. Zo, ja, maar ik weet alsnog wat er staat. Wat heb je liever, patat of kipnuggets? Ik ga voor kipnuggets. Ik hou van kip. En kipnuggets nog lekkerder. Patat is wel lekker natuurlijk, maar kipnuggets? Ja, dat is wel lekker. Oh, no. Laten we doorgaan naar de volgende vraag. Oké, okay, ja. Thijs Kalksma vraagt, welke studie wil je gaan doen na de middelbare? En dat is voor mij best wel een simpele vraag. Want ik heb natuurlijk gekeken naar welke vervolgopleidingen een beetje zijn. En ik ga media vormgeven doen. Want dat lijkt me gewoon het leukste met design, ontwerpen. Gewoon met dingen maken. Dat vind ik fucking ziek. Dus ik ga voor media vormgeven. En ja, ik hoop dat ik overga. En dan naar de vierde en dan slaag. En dan ben ik klaar met de middelbare. Check deze John Deere en trek mijn jongen. De volgende vraag is van JYOTJ. Waarschijnlijk heb je een vriendin en wat is jouw advies? Ik heb op dit moment geen vriendin en mijn advies is MAVO. MAVO TL. Of hoe heet dat nou? Nou, ik heb MAVO. Laten we het daar gewoon op houden. Ik zit in derde van MAVO. En ik hoop dat ik snel naar de vierde kan. Want ja, dan ja, dat. Ik weet het. Ja, dan ga ik gewoon door een beetje. De volgende vraag is van It's Daan uitroepteken. Q&A, hoeveel pet heb je? Ik zal even kijken hoeveel ik heb. Ik heb er sowieso 1 omhoog. Ik ga even op zoek naar de andere petten. Ik heb 3 petten, denk ik. Die hier op mijn kamer liggen. Ik heb een Like a Boss pet die helemaal onder de stof zit, zoals je ziet. Ik heb alleen deze pet nu op. Maar weet je wat cool is? Op de achterkant staat er M-O-B. M-O-B. Fuck de Jimmy's Mattie. Oh, dat ging fout. Hots.
De volgende pet is mijn Games for You pet. Deze heb ik 2 jaar geleden of zo ooit een keer gemaakt op mijn website. Niet echt een website. Het is gewoon een merchandise ding wat je gratis kon aanmaken. Link zal ook even in de beschrijving staan. Als je dit wil, je kan een trui, een t-shirt, je moet maar goed kijken. Het is niet echt niet mijn design van nu. Dus ik zou persoonlijk nog niet echt gaan kopen. Maar als je geïnteresseerd bent in deze pet, check link in de beschrijving. De volgende vraag is van Benjamin Belhasnieuw. Q&A, hoeveel abonnees denk je dat je volgend jaar hebt? Ik ga even deze petten. Hoeveel abonnees denk je dat je volgend jaar hebt? En dat is nog best wel een pittig lange tijd. Ik hoop sowieso dat we de 6k aantikken. Dat zou echt ziek gewoon zijn. We moeten natuurlijk wel 300, iets minder. Misschien de 7k, je weet maar nooit. Ik hoop in ieder geval de 6k. Dat zal wel in ieder geval erg ziek zijn. Dus ik denk dat ik, ja, de 6k zit er wel in. Als meneer hier wat meer gaan uploaden. De volgende vraag is van Termini of Termini. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Als je beste vriend op zijn... You got to dig! Op zijn piemel wordt gestoken door een wesp. En de enige manier om hem te redden is door het gif uit zijn piemel te zuigen. Zou je het doen? Ja, dan ben je gay. Nee, dan ben je slecht vervriend. Oi, oi, oi. Mag je niet een homo van de straat pakken en die het dan gaat doen en dat je alsnog geen vriend hebt? En dat je hem hebt geholpen omdat je iemand van de straat hebt die het uitzuigt zodat hij blijft leven? Ik zou iemand die homo's van de straat afplukken en dan... Oké, geen grapjes. Wat zou ik doen? Poeh. Als niemand kijkt en het blijft tussen die vrienden en mij... Zo, wat een voice crack. Holy damn. Dan, ja, dan moet het dan maar, weet je. Het is fucking je leven, waarom zou je het niet doen? Dit was natuurlijk alweer de Q&A. Hopelijk vond je deze video leuk. Wil je nou meer Q&A's zien? Laat het dan even achter in de beschrijving. Check me ook even op Snapchat. Krokodillen met 2 O's. Check even uit. Ik heb het sinds kort. Super tof, jongens. De support is echt insane nog steeds. Sorry dat ik niet al te veel upload. Ik wil wel even natuurlijk school even gewoon wat beter doen. En ja, maar voor de rest heb ik niet veel te zeggen. Check even mijn social media. Like en laat een toffe reactie achter. Zeg tot bij de volgende video, jongens. Later.